Yo kijkers van Noobar Gamer, leuk om te kijken naar een nieuwe episode van deze Modded Survival. Ik heb er zin in, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Mensen, wat hebben wij de vorige episode... Wat? Er was daar opeens een dingetje, die was wit en die is nu weg. Raar. Die filletjes zitten hier gewoon te kwakken, jongen. Ik geloof het allemaal wel. Maar in ieder geval, de vorige episode zijn wij doodgemaakt door een grote kat. Zo heette dat ding, een grote kat. Hoe zijn wij daardoor doodgemaakt? Nou, Job die dag, weet je, fuck die shit. Ik ga gewoon eens even wat dieren killen, kijken wat ze droppen. Dat ging niet helemaal, want weet je wat het is? Die dieren zijn fucking sterk. Dus wat moeten we doen? We moeten wachten tot we goede gear hebben voordat we echt dingen gaan killen. En die dieren maken soms zulke irritante geluiden. Wat ben jij nou weer? Kan ik jou ook aan... Vallen echt alle dieren je gewoon echt aan? Nee, niet alle dieren vallen je aan. Wat drop jij? Wat drop jij? Drop jij iets? Jij dropt niets. En wat is dit? Een slangenei of niet? Ja, dat is een slangenei. Tof. De vorige episode waren jullie vrij enthousiast over de serie. Ik vind dat super tof. Ik vind het alleen maar leuk om te zien dat jullie er enthousiast over zijn. En hoe meer likes, ja, hoe meer ik het upload. Dat is gewoon een feit, weet je. Die likes die... een vlieg met een ei op zijn kop. Wat? Wat? Ja, dacht ik ook. Wat ben jij überhaupt? Een vlieg? Ik weet niet wat jij bent. En jij bent een... Ja, jij bent een... hoe heet dat ding ook weer? Een big. Tuurlijk. Maar jij zit ook alweer normaal, Michael. Dus jij bent niet speciaal. Fok jou. Wat gaan we doen? We gaan een zwaard maken. Wow, what the fuck. Die big die space dan, ouwe. We gaan een zwaard maken en we gaan gewoon eens even wat dieren killen. Ik wil namelijk wel eens weten wat alles dropt. Ja, deze dingen weet ik, maar... Ik ben wel benieuwd, mensen. Ik ben benieuwd. En enchantment plus mod zit er dus in. Dus dan kun je dus zelf kiezen wat voor enchantments je krijgt op je zwaard, op je pickaxe en andere dingen. Dus wat ik voornamelijk ook wil gaan doen is lekker veel leer... Oh, maar fucking god. Jij ziet er echt... Oh, ik krijg gelijk potions. En je raakt me nog niet eens aan, ouwe. What the fuck? Ik zie al die dingen liggen, gek. Die dieren, die killen elkaar. Dus wat... Oh, nee. Oh, dat had ik niet moeten doen, ouwe. Ik heb namelijk een keer een mod review, of die heb ik opgenomen, die moet nog online komen, van de Ammo Creatures mod. En dat is dus best wel kut, want die wespen, die vallen hier dus aan. En dat is vrij kloten. En ik zie hier een schaap en die moet ik doodmaken, want ik wil dus... Fok jou. Nee. Wat drop jij? Niks. Waarom droppen ze zo weinig? Ze droppen allemaal wat, mensen. Believe me. Ik heb namelijk een review van deze mod gedaan en de meesten die droppen wat. Echt, de meesten die droppen wat, maar... Oh nee, what the fuck is dat? Dat daar. Ik heb geen Optifine. What the fuck ben jij nou weer dan? Een grote rat? What the fuck? Dit wordt echt te creepy. Ik ga snel naar binnen. Ik word hier bang van. What the fuck, guys? Nee, guys. Oké. Okay. Oh, nee, guys. Oh, nee, guys. Oh, fucking nee, guys. Oh, nee, guys. Dit is zo... Oh, dit is zo OP. Die dingen zijn zo OP. Believe me, mensen. Ik heb een keer tegen die dingen gevochten. Gewoon zonder armor. Twee klappen en ik was weg. Nee! Nee! Wat de fuck ben jij? Auwe! Ja! Jezus, man! God, non de jue. Dit is moeilijk. Dit is fucking moeilijk, man. Jongen, jongen. Hier, een ei tegen je hartjes. Wow, dit is echt moeilijk. Heel veel opties op peaceful om heel even erdoor te komen. Ik kan heel veel mijn spullen terugpakken. Ik wil even mijn spullen terug. Dat is tenminste één van de dingen die ik wil. Ze liggen daar. Oké. Okay. Ja, GG well played, Job. Daar kom je nooit meer. Oef. Dit is een moeilijke mod, mensen. De mod maakt het leuker, maar ook een stuk moeilijker, weet je. Dat is dan wel weer een nadeel, maar ook wel weer chill. And there we go, guys. Oh, nee, ik val. Oh, nee, toch niet. Wat is dat? Ik weet niet wat jij bent. Oké, we hebben onze spullen wel weer terug. Daar ben ik al blij genoeg mee. Huh? Wat is dat? Kalkoen. Wild turkey. En jij bent een villager. En jij ruilt appels voor emerald. Je bent wel de grootste afzetter in Minecraft, is het niet? Vervelend altijd als die mensen af aan het zetten zijn. Hé, er ligt daar gewoon een fucking sword. Een stone sword. Of is die van mij? Die is wel van mij, of niet? Ja, die is vast wel van mij. Oké, okay, hier ligt nog wat kool. Ik had geloof ik zelf ook kool. Kan ik nu al niet meer vinden. Moet je nagaan. Shit, hé. GG well played, Job. GG well played. Wat gaan we doen? We gaan even snel naar boven. Ik ga eerst een bed maken, maar ik kan het wol nu al niet meer vinden. Weet je wat we doen? We gaan eerst zorgen dat we een huis hebben voordat we de options gaan switchen naar normal. Want dit is best wel OP, mensen, deze game mode. Het is best OP. Ik had in het begin gedacht van, weet je, dat doen we wel even. Even wat mobs killen, weet je wel. Geen probleem, maar het is best wel moeilijk. Dus we moeten een beetje uitkijken met wat we doen. Zeker weten. En dus vandaar. Ik ga even wat stone pakken. Ik ga mezelf namelijk even... Kan ik een trappetje maken? Dat zou wel heel erg chill zijn. Ik hou altijd wel van trappetjes in Minecraft. Dat is altijd wat makkelijk om dan omhoog te komen, zeg maar. Zo, kijk. Het begint al ergens op te lijken. Hoppakee, een hele jump map hier. Oh, dit halen we wel. Oh, kut. Hebben we nog wat hout? Ja, dat hebben we nog. Episch.
Maar wat mijn doel van deze episode eigenlijk is, is gewoon het verzamelen van resources. En eigenlijk het beginnen, of in ieder geval... Dat is altijd hetzelfde bij mij. Het is altijd moet bij mij altijd verkeerd gaan. Het maken van een huis. Of in ieder geval, ja, het heeft dus die ogen gedaan. Het is niet zo slim ogen, wat je niet hoeft te doen hoor. Het is een beetje OP wat je doet. Ik vind het niet zo chill. Het maken van een spanplek. Dus geen huisje, zeg maar. Niet echt een huisje die wij zelf hebben geconstrueerd. Of wat de fuck dat ook mag heten. Maar zeg maar wel waar we dan terugspannen. Stel dat we gaan dood, dat we dan wel daar terugspannen met een chest met spullen en shit. Dus dat wil ik wel doen. Dus ik moet eerst even wat mobs killen. En wanneer we dan een bed hebben, dan gaan wij de options terugzetten naar normal. En dan gaan wij waarschijnlijk dik ingemaakt worden door alle mobs die hier rondlopen. En dat zijn er heel erg veel. Dat zijn er echt heel erg veel. Dus vandaar. Als jullie trouwens irritante geluiden op de achtergrond horen, mijn vader is aan het douchen. Dan weten jullie dat ook gelijk. Maar ik negeer dat gewoon lekker. En ik ga lekker richten op mijn kijkers. En dat zijn jullie, want jullie zijn bazen. Oké, even kijken. Waar moet ik naartoe? Kan ik ook? Ik weet je, ik ben lui. Ik ben gewoon eerste klas lui. Fuck die shit. Ik zet hier een workbench neer. Ik maak een bed. En dat is geen bedjob. Dat is een trapdoor. Ik maak een bed, zei ik. Inderdaad. En ik ga gewoon eens even een random huisje uitkiezen. En ik vind dit wel een huisje dat mij aanspreekt. En natuurlijk moet mijn pickaxe op het juiste moment. Of op juist het verkeerde moment kapot gaan. Dit is een perfect huisje. Kijk, is het leuk. Het is echt zo huisje waar je wel even een tijdje in kan verblijven, zeg maar. Dat is chill. En I'm awake. Episch. Zullen we dit ook maar gelijk meenemen dan? Zullen we dat maar gewoon doen dan? Ik bedoel, waarom niet? Laten we maar gelijk die boekenkasten meenemen. De Enchanting Plus mod is namelijk fucking episch. En ik wil er ook van kunnen genieten. Voor de mensen die niet weten wat het is. Je kunt je eigen enchantments kiezen. Natuurlijk wel beperkt. Want als jij 30 XP hebt, dan kun je niet echt elke enchantment erop zetten. Maar als je bijvoorbeeld 5 XP hebt, kan je bijvoorbeeld ook niet Efficiency 4 erop zetten. Maar wat je normaal gesproken zou kunnen krijgen met 30 XP, dat kun je dus gewoon uitkiezen. En ik kan de options weer op normal zetten, want ik heb nu een spanplek. Wat heb ik van jou? Oké. We gaan gewoon nu even... Oh, what the fuck? Word ik nou gewoon aangevallen door een kat? Ga je mij nou vertellen dat ik gewoon door een kat word aangevallen? What the fuck? Zou wel leuk zijn als je zo'n kat echt kon ownen. What the fuck is dat? Dat is een konijn. En jij valt mij niet aan, toch? Nee, ik wou net zeggen. Ik weet nu sommige dingen die... Oh mijn god. Ik ga hier een brug overheen maken. Dat is het eerste wat ik ga doen, mensen. Een brug maken. Ik ga wat hout hakken en een brug over die mineshaft heen maken, want... Ik ken mezelf en mensen geloven me. Als ik dat niet ga doen, dan spring ik er bij wijze van spreken elke episode 2 keer in. Ben ik elke episode 2 keer dood. Krijgen we geen experience en kunnen we nooit gaan kijken hoe de Enchanting Plus mod werkt. En dat zou toch heel jammer zijn. Dus ik ga een brug maken. En zodra we zeg maar alle dieren hier een beetje hebben gekild. Een beetje de villagers hebben geowned. Wat we eigenlijk al hebben gedaan, kunnen we wel even gaan reizen. Ik zie daar trouwens een olifant staan. En ik wil die zo graag killen. Ik ben trouwens tegen het killen van dieren in het echte leven. Nou, niet. Ik ben geen vegetariër, maar bijvoorbeeld tegen het killen van... olifant en shit. Ik zag laatst ook weer een foto op Twitter dat mensen gewoon een olifant standen eruit hadden gerukt voor de lol. Daar ben ik tegen. Maar het is een spelletje. Dus... Jij valt maar niet aan, toch? Wauw, dit is zo episch. Hij is zo groot, hè? En ik kan... Oh, kut. Hij valt mij wel aan, ouwe. En hij is niet zo snel, zie je. Wat drop jij? Hide. Serieus? Je bent zo fucking grote olifant en je drukt alleen een klein stukje van je penis? Of je dropt alleen een klein... Wat is dat ook weer? Episch! Ostrich meat. Leuk, ik vind het echt zo tof dat we zoveel verschillende soorten dingen hebben. Dat is leuk, want op die manier ja, raak je niet snel verveeld. Deze is best wel episch. Ik moet wel blijven eten trouwens. Dus je hebt kalkoen. Je hebt struisvogel. En je hebt kip. Dus je hebt eigenlijk gewoon... Ik zou het niet doen als ik jou was. Ik geloof me. Ik ga snel naar mijn huisje toe. Ik ga daar een chest maken. Ik ga daar een verblijf starten. Dat was een heel kakkerige toon die ik aanlegde. Starten. Ik ga daar een verblijf starten, zodat ik in ieder geval altijd terugspan op de plek waar ik wil terugspannen. Oi Kiep van Atla. Moet even kijken. Lars, als je dit kijkt. Oh, heilige Kiep. Oh, heilige Kiep. En Lars, als je dit niet kijkt. Fuck jou, heilige Kiep. Ik wil vlees. Dat is wat ik wil. Of is kip vlees? Heel veel mensen zeggen dat kip geen vlees is, maar dat kip... Ik weet niet hoe je dat uitzegt, maar uitzegt. Benoemd. Oké. We hadden natuurlijk een klein beetje voor de brug nodig. Wat doe ik? Ik doe het niet goed. Zo. Die zet ik even neer op... perfect. Zo, doe ik even wat spul in. Wat we nog nodig gaan hebben. Zo, eten wil ik wel bij me houden. Zo, dit moet ik bij me houden. En dit, ik wil namelijk even een brug gaan maken. Over de krater heen. Want ik zie mezelf er al echt elke keer invliegen. Hoi katje. Hoi, kan jij mij aanvallen? Nee, toch? Oh mijn god. Wat? What the fuck? Dat ding is enorm klein en springt op me alsof zijn leven ervan afhangt. Hangt het ook, want ja, ik stond met een zwaard voor zijn neus. Dus ik begrijp hem.
Ik had hetzelfde gedaan als ik een kat was, maar het gaat wel een beetje ver, hè? Oké, eerst hier even een brug. Ik wil namelijk niet vallen zometeen, dus even een brug. Zo. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Kijk, dat is chill. En dan maak ik gelijk even wat ventjes. En ik ben weer heel lui, dus ik maak even een workbench. Ventjes. 20. Ja, dat vindt, ziet er al een stuk fancier uit, zo. Kijk. Hoppakee. Heb je gewoon een soort van brug, weet je? Ik vind het wel chill uitzien. Ik hak voor de zekerheid nog even wat chisel weg, of hoeft dat niet? Zal ik dit weghakken? Nee, ik laat het gewoon lekker staan, boeien. Maar nee, de volgende episode gaan wij helemaal weg van waar we nu zijn. Dan gaan we deze village verlaten, neem ik alle spullen mee. En dan gaan wij proberen ergens een huisje te maken. Want het is natuurlijk wel leuk waar zo'n village een beetje lopen durpen. Een beetje de dieren gaan, een beetje gaan uitvinden wat voor dieren er allemaal zijn in deze mod. Maar we moeten uiteindelijk natuurlijk ook de survival modus een beetje serieus gaan nemen. En een beetje gaan lopen survivalen, zoals het hoort. Want dat doen we nu niet. We zitten nu alleen nog maar een beetje... Hey, wat ben jij? Een zwijn? Ja, kill maar niet, hè. Jij bent lief. Oh, niet lief. Ik vind het wel jammer dat je niks van... Zou je van het huid, zou je daar wat van kunnen maken? Ik weet het niet. Ik heb namelijk echt... Wat ben jij nou weer dan? Een kip? Wat is dat? Krijg je daar ook een bepaalde drop van? Oh, nou, die is dood. Daarom ben ik zo blij dat ik hier een klein bruggetje heb gemaakt. Kijk, ze vallen elkaar aan. Dat vind ik chill. Want als je dan bijvoorbeeld random ergens loopt... Dan zie je soms gewoon... Oeh, een zebra. Wat zou jij droppen? Wat droppen zebra's in het echt als je ze killt? Klinkt heel raar. Wat droppen ze? Ik weet het niet. Ik geloof dat ze gewoon een huid droppen. Dat lijkt me wel tenminste vrij logisch. Kan ik jou killen of niet? Ja, net op tijd. Jammer, hij dropt niks. Maar, nee, ik ga deze even zo... Oeh, nice. Allemaal vlees en shit. Kan ik jou killen? Nee, ik weet het niet. Ik ga naar mijn huisje toe. Ik ga wat eten maken. Ik ga een furnace maken in ieder geval. Ik ga wat eten maken. En wanneer ik dan weer voel... Of wacht, ik heb gewoon eten bij me. Dat is mooi. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Druk even op het groene duimpje. Deel het met je vrienden. En wil jij meer Minecraft Modded Survival? Dan moet je natuurlijk niet even vergeten. Hier gewoon even een groen duimpje op achter te laten. Zou ik hartstikke tof vinden. Jij valt mij niet zomaar aan, toch? Nee, mooi zo. Nou, dan dank ik jullie voor het kijken. De volgende episode gaan wij even met al onze spullen op pad. Kijken of we een leuk huisje kunnen maken ergens. Ik dank jullie voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer met meer Modded Survival. Doe maar gamen. Later.